Ruud de Jong, je staat hier voor het 25-jarige proeflokaal België. Jij bent de uitbater. Zaterdag feestje. Wat gaat er door je heen? Wat een leuke vraag. Uitbater samen met Karin Oude-Avenhuis, maar die is hier nou op het moment niet. We doen altijd alles samen, de Shamrock en België ook. Ja, 25 jaar is lang. De Shamrock bestond vorig jaar, 25 jaar. En het is een mooie tijd. Hè? Wat was er zo mooi aan? Nou, we hebben veel leuke dingen gedaan, optredens. Ja, België voelt eigenlijk als een tweede huis voor mij ook. Veel mensen, hè? Ik ben hier bijna elke dag te vinden en ja, ik voel me hier thuis. Hoeveel bieren heb je hier? Weet je dat uit de hoofd? We zijn begonnen met 200, maar zijn er nu 150, denk ik. Okay. Ja. Wat vind je zelf de lekkerste? Ik vind Triple Canunic van Wilderen een van de lekkerste. En ja, ik hou eigenlijk van alles speciaal. Je IPA's vind ik ook heel lekker. Ja. Ja. Je hebt grootste plannen voor na dit jaar, hè? Volgend jaar mei gaan we samen met mijn twee kinderen en Marlotte gaan we een jaar of langer zeilen in de Caribbean. Ja. Waarom? Ik wou vroeger altijd de wereld rondzeilen, maar met die kinderen vind ik dat een beetje een link. Dus we gaan nu ons beperken tot de Caribbean en van eiland naar eiland. En je hebt alle papieren? We hebben alle papieren, we hebben al een boot. Ik kijk er naar uit. Nog 11 maanden, 3 dagen en 6 uur. Nog even terug naar zaterdag, dan is er dus een receptie vanaf 4 uur, meen ik? Vanaf 8 uur 's avonds, half, ja, is gewoon iedereen welkom die hier de afgelopen 20 jaar is geweest, 25 jaar. Uh-huh. En we hebben de Bottleneck Rockers als bandje, want die Nick Molle komt hier ook al 25 jaar. Dus. Je bent er nog niet uit wat je met het bedrijf gaat doen, hè, volgend jaar? Het zou verkocht kunnen worden, maar het kan ook dat we het gewoon houden. Uh-huh. En dat ik zo zeg maar 2 jaar sabbatical neem. En dan daarna weer terugkomen. Want het moet eigenlijk wel blijven zoals het is. Het zou wel mooi zijn, ja. Dat vinden velen, denk ik. Dat klopt.